Daar ben ik eventjes, want de Facebook voor de Nederlandse miniboedel, en dat is een Facebook-achtige omgeving, die is klaar. We zijn online en dat betekent dat mensen nu hetzelfde hebben als hier, maar dan vrije praat. Ja, alles is gewoon open en bloot. Ja, je kan gaan kijken. En als je het je goed voelt, dan word je gewoon lekker lid en dan doe je lekker mee. Wij zijn er ontzettend trots op. Eén persoon in het bijzonder heeft heel erg hard gewerkt. Die heeft gerealiseerd wat ik heel graag wou. En het is allemaal veilig, allemaal mooi gemaakt. Kan je Facebooken, dan kan je dat daar ook. Alleen helemaal voor de Nederlandse mini-doodles. Dus deze groep blijft wel, net zoals dat hij nu is, blijft hij in stand. Dat is het probleem allemaal niet. Alleen, hier gaan we geen discussies doen. Hier gaan we niet vragen om focus en bla bla bla. Gaan we trouwens daar ook niet doen, want dan krijg je ook één waarschuwing, twee waarschuwingen, et cetera. Maar daar zijn gewoon fokkers. Dus dat is hartstikke leuk en hartstikke makkelijk, hartstikke mooi. En daarom hebben we het ook gemaakt. We wouden echt iets teruggeven voor de community. Een eigen community bouwen, opbouwen. En het draait nu. En daar zijn we hartstikke trots, hartstikke blij mee. Ja, ik zou zeggen, neem eens een kijkje. Staat een stelje aan, dan weet je wat je kan verwachten. Wij zijn, met name ik ben reuze benieuwd wie we daar allemaal mogen ontvangen en mogen zien. Wat ik daar ook ga doen, en dat doe ik niet meer op Facebook, dat zijn webinars geven over de vrachtverzorging. Het is allemaal gratis. We hebben mensen gevonden die bedrijven die leuke deals willen aanbieden. Speciaal voor de Nederlandse mini-doodle. Dus echt, je wordt er alleen maar wijzer van. En het wordt een community die gedragen wordt door liefde. We willen gewoon liefde uitdragen, compassie voor elkaar. Eigenlijk gedachtegoed, waarom heb je de Nederlandse mini-doodle? Nou, ik zeg altijd, ik heb ze omdat ze super slim zijn. Heel erg trouw, heel erg lief. En dat willen we uitdragen. En voel jij dat niet zo, ja, dan is het wellicht geen omgeving voor jou. Ik hoop het wel, ik hoop het wel. Ook waar iets wat voor elkaar wordt gedaan, zonder dat je meteen de beurs hoeft te trekken. Dan zeg je, hè? Huh? Je bent toch een zakenvrouw? Ja, dat weet ik. Maar ik ben niet een zakenvrouw die gaat over lijken. Klinkt hard, maar het is echt zo. Dus een omgeving gevuld met liefde voor de Nederlandse mini-doodle, waar we elkaar helpen als we dat kunnen en waar een gesproken woord heel veel waarde heeft. En ik weet, sommigen zeggen, nou, het lijkt wel een sprookjesland. Nou, misschien is het dat ook wel. Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee. En ik hoop je daar heel snel te ontmoeten. Dit hier op Facebook is gewoon een vergaarbak. Maar we leiden je naar onze eigen waardevolle community. Waardevol niet alleen in geld, maar met name. Niet te laten, weet je. Geef jezelf een cadeautje. Geef jezelf een cadeautje waar je alleen maar wijzer van wordt. Een cadeautje die jou verder gaat brengen in de liefde voor jouw eigen mini-doodle. Want natuurlijk, we zijn niet alleen maar om mini-doodle-pups daar aan de man te brengen. Integendeel, er wordt heel zorgvuldig gefokt. We zijn daar om met elkaar een mooie community op te bouwen. Een community waarin centraal staat de liefde voor de Nederlandse mini-doodle. Nou, ik hoop dat ik jullie even wat wijzer heb gemaakt. Ik ga even weer de bril opzetten, anders weet ik niet waar ik moest zijn. En ik zou zeggen, tot binnenkort. Doei doei!